Het zijn door zogenaamde decentralisatie, ja. het zijn door uitbesteding. Ja. Eh, zou, zou een zekere mate van continuïteit daar ook niet bij helpen? Zeker bij zo'n kabinetsformatie. Carla van Balen, eh, die de commissie voorzat... Eh, en de, de kabinetsformaties nog eens tegen het licht ja. heeft. U hebt het rapport vastgelezen. Ja, zeker. Eh, die, 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 die schrijft ja, daar ook eh, toch eh, het staatshoofd weer in. Eh, dat die in elk geval op de hoogte zou moeten zijn en op enige mate betrokken zou moeten worden bij het proces. Vindt u dat ook? Ik ben altijd. Tegen uh, de wijziging geweest die in 2012 uh, is plaatsgevonden. om de koning uit die kabinetsformatie te halen. Niet omdat ik vind dat de Kamer niet zelf uh, de regie moet voeren. maar de eerste 13 dagen. is er nog geen nieuw gekozen Kamer. En dat blijkt. die verkenningsfase blijkt de belangrijkste fase te zijn. Ik heb van het begin af aan, dus voordat het was aangenomen in het parlement gezet. Denk nu aan die eerste fase. Hmm. Denk aan dat we. Uh, realiseer je dat je daar een, een mooi systeem hebt? Namelijk dat de dag na de verkiezingen iedereen bij de toen nog koningin uh, komt. Dat iedereen zijn zegje kan doen. En dat pas helemaal aan het eind, nadat iedereen zijn zegje heeft gedaan, wordt besloten wie zal worden aangewezen als informateur en met welke opdracht. Die cruciale fase. Daarvoor heb je iemand nodig die een beetje boven de partijen staat. En die misschien ook kan zeggen: Kijk nog eens naar de grondwet. Bijvoorbeeld. <laughs> zou, het, zou het boek deze keer goed landen? Uh, 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 hebt u het al aangeboden aan de. Uh...